jij met jouw genen een topsporter kunnen worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van jullie heeft er ooit van gedroomd een topsporter te worden? Handen omhoog. Wie van jullie heeft ooit gemeend het talent te hebben een topsporter te worden? Wie van jullie heeft de uren geïnvesteerd om een topsporter te worden? Nou, toch nog een aantal. En wie van jullie is een topsporter? Kijk, dat is een eigenschap van de top. Dat zijn er altijd maar weinig. Ik las een interview met Marco van Basten onlangs in de NRC, waarin hij zei, er komen altijd wel wat talenten aanwaaien. Het is een interessante uitspraak, want ik had ooit eens een biografie over Marco van Basten gelezen, waarin ik las dat hij aantekeningen maakte van de type passeerbewegingen die hij oefende. En dat is natuurlijk cruciaal. Talent kan nooit zonder oefening. Als we kijken naar het filmpje van Wesley Snijder, hier op zeer jonge leeftijd. En het oefenen op zijn kamertje, ook al een Ajax-fan, zoals jullie zien. En hij had al vroeger een groot talent. Hij kon met links en met rechts goed uit de voeten. En dat talent openbaart zich in het doen. En daar kunnen we ook een klein publieksvraagje over stellen. Namelijk, wie van jullie denkt dat aanleg voor meer dan de helft bepalend is voor de vraag of iemand de top haalt of niet? Hand omhoog. En wie denkt dat oefening dat is? Een verdeeld publiek, dat is wel interessant. Wie denkt dat het gelijk is? Dat kan natuurlijk ook. Altijd safe. We gaan die vraag nader bekijken. En ik denk dat het goed is dan om met de genetisch bepaalde fysieke kenmerken te beginnen. En dan een relatief eenvoudige, namelijk de lichaamslengte. Bij welke sporten is de voordeel om lang te zijn? Basketbal, volleybal, roeien, zwemmen. Zwemmen is al een beetje tricky, hè, want als je klein bent, dan kan je makkelijker keren. Maar als je lang bent, kan je een gunstiger waterweerstand hebben en heb je typisch ook grote handen. Bij welke sport is het een voordeel om klein te zijn? Turnen, jockey, paardrennen, ja. Dat klopt, dat zijn allemaal goede voorbeelden. Natuurlijk is lengte niet het enige dat er toe doet. Er zijn heel veel meer kenmerken die dat totale palet van aanleg bepalen. Laten we kijken naar lichaamsbouw. Je kunt grof een indeling maken in de spriet, de spierbundel en de dikzak. Die dikzak zou je misschien niet in veel sporten aantreffen, maar misschien weten we er toch een paar te noemen. Kogelstoten, darten misschien. Laten we eens kijken naar Dennis Kimetto, de huidige wereldrecordhouder op de marathon en op de 25 kilometer. Jullie zien daar een afbeelding van hem. Tot welke categorie hoort hij? De spriet, ja. Al heeft hij wel stevige bovenbeenspieren, zoals je kunt zien. Maar het is waar, de Keniaanse hardlopers die hebben een kenmerkende bouw, een fragiele bouw. Dennis Kimetto is 1,71 meter lang, maar weegt 55 kilo. Er zit dus niet veel vet aan. Zijn benen zijn erg lang en zoals je ziet zijn de onderbenen vrij dun. En dat is een heel groot voordeel als het gaat om efficiënt hardlopen. Want dat stelt hem in staat om op een hele efficiënte manier lange afstanden te rennen. En dat kan hij daar dan ook. Er zijn allerlei verklaringen waarom de Keniaanse hardlopers zo dominant zijn op de lange afstanden. Recent zijn er weer allerlei suggesties van doping gekomen. Dat wil ik even terzijde plaatsen. Maar er zijn ook allerhande sociaal-culturele verklaringen. En dat ze oefenen op blote voeten. Nou zijn Kenianen daar niet alleen in. Dat ze grote afstanden overbruggen. Tussen hun dorp en de school waar ze naartoe gaan. Dat is inderdaad soms het geval, maar bij degene die geïnterviewd zijn waren er ook tal van kampioenen die de school direct naast hun huis hadden.
En dit is echt een algemeen kenmerk wat zeker een rol speelt bij het succes van de Kenianen. Natuurlijk gekoppeld aan een goed uithoudingsvermogen. En dat brengt ons dan op de tweede belangrijke factor, het uithoudingsvermogen. Oftewel de maximale zuurstofopname. Dat is ook een behoorlijk genetisch bepaalde grootheid. Niet uitsluitend, maar de genetische aanleg speelt daar zeker een rol bij. Die genetische aanleg is minstens zo belangrijk bij de respons op training van dat uithoudingsvermogen. He, natuurlijk als we aan duurtraining gaan werken, dan verbetert ons uithoudingsvermogen. Maar als je gaat kijken naar de individuele verschillen die daar zijn, zijn ze best aanmerkelijk. He, dat loopt van zo'n 0 tot 25%. Ook eigenlijk niet zo vreselijk hoog. He. Dus je kan heel hard trainen en toch maar weinig vooruit gaan. En hoeveel je vooruit hangt af van je genen. Laatst waren ze bij Noorse atleten een toename van 50% gemeten. Nou, dat is echt uitzonderlijk veel. He, dus wat hier aan de hand is, als je al hoog zit met dat uithoudingsvermogen, maar je hebt ook nog een sterke respons op duurtraining, ja, dan kom je natuurlijk dubbel goed uit. Er zijn ook mensen die hebben een genetisch defect, wat hen een enorm voordeel geeft. Een bekend figuur in dat verband is Eero Mäntyranta uit Finland. Dat is een cross-country skier, je ziet hem daar. En hij had een genetisch defect waardoor hij extra gevoelig was voor EPO. En EPO is een hormoon dat aangemaakt wordt door de nieren en dat aanzet tot de vorming van rode bloedcellen en hemoglobine. Dus daar had hij bijzonder veel van. Wel 50% meer dan gemiddeld. Je zou kunnen zeggen een soort autogene doping. Het verbond het dan ook niet dat hij in de jaren 60 7 gouden medailles heeft gewonnen. De spieren doen het natuurlijk ook. Daar raakten we net al aan. Als we naar de spieren kijken, dan zijn er allerhande spiervezels. Maar een hoofdindeling is er tussen type 1 en type 2 spiervezels. De type 1 spiervezels zijn rood, zijn sterk zuurstofafhankelijk en trekken maar langzaam samen. En de witte spiervezels die trekken veel sneller samen dan die rode. En iedereen wordt geboren met een bepaalde vezelverdeling. Er zijn nog allerlei tussentypes, maar daar ga ik nu even niet op in. Hier zien jullie wat voorbeelden. Hè? Dus individu 1 zou de verzameling daar links kunnen hebben. Individu 2 de verzameling daar in het midden. En individu 3 daar rechts. Nou, als het gaat om lopen, wat zou dan een goed loopnummer zijn voor individu 1? Op basis van wat ik net heb verteld. Ja, lange afstand. En individu 3? Ja, een sprinter. En wat moet nummer 2? Die moet maar iets ertussenin kiezen. Ja. Nou, dat even in het kort over de anatomische en fysiologische factoren. Net zo belangrijk zijn natuurlijk de psychologische factoren als het gaat om aanleg. En dat is een heel palet weer van grootheden. Denk aan motivatie, plezier, doorzettingsvermogen, persoonlijkheid, wijze van informatieverwerking. Dat hoort er allemaal bij en al deze zaken zijn mee genetisch bepaald. En soms heb je een ongelukkige combinatie, heb je heel groot talent voor een bepaalde vaardigheid, maar je bent niet zo vreselijk gemotiveerd. En omdat je zo vreselijk goed bent, is er ook niet zo'n grote noodzaak om er hard aan te werken, want je excelleert toch. Dus het totale palet van aanleg is dan toch eigenlijk onverdelig, want met die kenmerken ben je minder goed toegerust dan een ander die aanleg ook heeft, maar tegelijkertijd vol gemotiveerd is. Groningse collega's hebben onderzocht wat de relatieve rol is van al deze kenmerken en zijn erop uitgekomen dat de zelfregulatie, dat wil zeggen de mate waarin een individu in staat is zijn eigen gedrag te plannen, te monitoren, te managen, daarop te reflecteren en zichzelf steeds als de acteur te beschouwen die beter kan worden, dat een hele belangrijke factor is voor succes in sport. En dat verklaart ook waarom mensen die succesvol zijn of zich aandienen als toptalent in de sport, het ook vaak goed doen op school. Want zo'n factor als zelfregulatie, daar heb je natuurlijk ook in andere vaardigheden wat aan. Dat even een kort overzicht van hoe aanleg relevant is voor het worden van een topsporter. Maar hoe zit het nou met oefenen? Want we moeten natuurlijk ook uren maken. Dat is ook waar ik mee begon.
Nou, hoeveel uur moeten we eigenlijk maken om de wereldtop te behalen? 10.000, ja. Dat is het resultaat van het werk van Anders Eriksen. Hier zie je een plaatje van hem. Dat is hem. De beste man heeft bij allerhande experts, niet alleen topsporters, maar in eerste instantie top pianospelers en schaakspelers in kaart gebracht aan de hand van interviews en dagboeken en dergelijke. Hoeveel tijd die mensen hebben gespendeerd in oefening voordat ze de top behaalden. En hij kwam daarbij uit op een gemiddelde van 10.000 uur. Dat wil zeggen 4 uur per dag, 5 dagen in de week, 50 dagen in het jaar voor 10 jaar. Dat is ongeveer wat je nodig hebt gemiddeld. Ik benadruk dat gemiddelde, want die 10.000 uren regel is niet van hem afkomstig, maar uit een boek dat heet Outliers. En dat is geschreven door een meneer Graham Gladwell, die die 10.000 uren regel gecoind heeft. En dat is een eigen leven gaan leiden. En daardoor zijn mensen gaan denken van, ja, die hebben dat heel letterlijk genomen. Er zijn ook mensen die dat echt gedaan hebben. Van, als ik maar 10.000 uren ga trainen, dan haal ik wel de wereldtop. Er is een golfer uit Oregon, geloof ik, die is dat gaan doen. Nou, verder is er niks meer van hem vernomen op de tour. Maar, inmiddels zijn er allerhande andere studies die bekeken hebben hoeveel uren mensen dan echt daadwerkelijk in geïnvesteerd hebben. Want het is een gemiddelde, die 10.000 uur. En die komen dan uit op een brede waaier van zo'n 3.000 tot 20.000 uur. Zelfs in dezelfde sport, waaruit weer blijkt dat ook aanleg echt een belangrijke factor is. Hierbij. Is dan dat werk van Eriksen waardeloos? Nou, zeker niet. Want hij heeft niet alleen gekeken hoe lang mensen nodig hebben gehad om de oefeningen top te bereiken. Maar hij heeft ook heel goed in kaart gebracht waar die oefening dan precies uit bestond. En daarin is de notie van deliberate practice naar voren gekomen. Je moet gericht oefenen, gericht op beter worden. Oneffenheden in de uitvoering wegwerken, grenzen verleggen, heel gefocust, gemotiveerd. En dat is een belangrijk concept. Als je dat heel letterlijk neemt in de deliberate practice, kom je erop uit dat je ook heel vroeg moet beginnen met die specialisatie en de deliberate practice om de top te halen. Daar is veel discussie over en daar is men het zeker niet over eens in de literatuur. Als je heel jong begint met trainen, dan kan er zoiets ontstaan als gewenning. Of je kunt op een bepaald plateau komen, of je kunt overtraining krijgen. Er zijn ook lieden die beweren van dat het beter is om daar afwisseling in te zoeken. Er is ook een school die zegt, het is goed om het algemeen atletisch vermogen op te bouwen en van daaruit specialisatie te zoeken. Er zijn onderzoekers bij de Australian Institute of Sport in Australië en Canberra, die daarvoor pleiten. En we hebben natuurlijk een voorbeeld dicht bij huis, hè, want Daphne Schippers is iemand die natuurlijk een aantal onderdelen tegelijkertijd deed en daar ook relatieve sterktes en zwaktes in zag en ook natuurlijk ook eigen voorkeur op een gegeven moment. En vanuit dat die waaier uiteindelijk een specifieke keuze is gaan maken. Het menselijk leervermogen is onvoorstelbaar. Dus er is op voorhand ook geen grens op te trekken. Interessant is het verhaal in dat verband van Tom Embury, wat ik jullie niet onthouden wil. Daar staat hij. Hij is zich op 70-jarige leeftijd gaan toeleggen op het basketbal. En dan uitsluitend de vrije worpen. En na anderhalf jaar trainen, 500 schoten per dag, heeft hij een wereldrecord daarin gevestigd door 2750 keer achter elkaar die vrije worpen erin te schieten, zonder fout. Dat deed hij binnen 12 uur. Toen moest hij uit de gymnastiekzaal, want die was nodig voor een ander doeleind. Ja. Goed, als we teruggaan naar de hoofdvraag. Aanleg is van groot belang, maar zonder oefening komt die aanleg niet tot wasdom. Het is op voorhand niet in algemene zin aan te geven hoeveel van de variaties in prestatie nu verklaard worden door verschillen in aanleg en verschillen in oefening. Maar het is zeker dat als je de top wilt behalen, je juist wel het juiste genenpakketje moet hebben en dat ook een goede manier en ook tijdig moet hebben aangesproken. En nu we weten hoe dit allemaal zit, moeten we natuurlijk weten hoe zo'n leerproces verloopt en ook
wat je moet doen als je dan een foute beweging hebt geleerd of je hebt iets geleerd wat je weer wilt afleren.